Staat u al aan? Oh, ja. Hallo. Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe YouTube video. En vandaag gaan wij iets enorm leuks doen. Ja, wij gaan namelijk naar Toverland en wij nemen jullie natuurlijk mee in ons avontuur. Het is vet rustig trouwens, dus het is echt heel chill. En we zijn niet alleen. We zijn met onze boyfriend. Waarom lopen ze zo ver? Ik wil die even één keer normaal doen. Ik weet weer helemaal wat het niveau wordt van vandaag. De groeten. Heel chill, want we mogen de rijen skippen. Heb ik altijd al een keer willen doen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, same. Maar ik was altijd zo jaloers als ik die mensen voorbij zag lopen in de rij. Ah, maar nu zijn wij die mensen. En het is nu nog goed weer. Oh, het gaat straks stormen. Het gaat straks stormen, dus straks niet meer. Dus let's enjoy the weather. En let's go. Wilden jullie net nou achter de boom verstoppen? Nee, wij waren niet verstopt. Stel dat je ongeregeld. Zag je ons? Ja, dat zag je echt overduidelijk. Ik had gewoon niet te missen. Sander, wat heb je daar? Ik heb wat toverduiven. Hoeveel zijn het eigenlijk? Het zijn 60 toverduiven. Nee, 60? En dan kunnen we straks lekker wat happies en wat drankjes van halen. Dit is wel vet. Dit is echt vet. We staan nu bij... Oh shit, Troy, de nachtbaan. En dit is gewoon eens aan het testen. Jij gaat jezelf filmen, toch? Ja, met de GoPro. We konden uiteindelijk deze GoPro niet gebruiken en moesten er eentje om onze pols doen. Dus dat hadden we gedaan en die beelden waren echt vreselijk. Succes. Precies wel leuk als je zo neutraal mogelijk gaat kijken. Oh, maar dat vind ik niet moeilijk. Oh! Hallo, ik spring uit vliegtuigen. Denk je dat dit excited is voor nou, mij? Nou, nu ben ik heel benieuwd. Ik ben nu een beetje cool hier aan het doen. Nu verwacht ik ook wel echt een... Ja, is goed hoor. Is ja, goed. Ja. Oh, daar gaan we. De langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux. Goedemorgen. Niet zo goed, hè? Nee. Op het begin ging het goed, maar op een gegeven moment toen ik hoorde Sanne heel het gillen. Het is niet meer gelukt. Nee, wij hielden ook allebei zo jouw arm. Jij had hem zo, maar ik hield hem zeg maar zo vast. De nieuwe achtbaan waar we ingaan is de Boosterbike. Boosterbike. Heel vet. Boosterbike. Yeah. Cool? Nee, dat was echt niet cool. Ik vind deze echt leuk. Tenminste, het lijkt me echt leuk. Ik vond het zo leuk. Ja? Het was heel anders, een heel ander gevoel zo, toch? Het is niet dat je soort van hangt of zit, je zit echt... Ik had dus het gevoel dat het dus niet zo hard zou gaan, maar het ging dus... Hij ging super hard. Hij ging best wel hard op. Ja, hij ging echt hard. Vind je leuk, hè? Dat vind je leuk, hey, maar het zie je dat vind je leuk. Hoi, hoi. Dank je! We gaan lekker nat worden! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Oh my god. Hij is fan van jullie, zei hij. Hoi! Hoi! Wat is dat, YouTube? Ja. Waarom zit ik ook weer voorin? Ah, nee! 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 Ah, n
echt spijt dat we hierin zijn gegaan. Spijt, wat is het leuk. We kunnen onszelf droog veunen in de andere attractie. Oh ja, gaan we doen, gaan we doen. Let's go. Wat is er? Oh, je heet toch plassen? Ja. Je wilt toch dat ik je filmde? Oh ja, oh, nee, ik was sarcastisch eigenlijk. Nee, je wilt het toch serieus? Nou, welk hokje kiezen we? Ik ben er altijd heel erg autistisch in, maar ik ga denk ik nu voor deze. Jawel, Luca, je moet op een foto, want nee. Je jongens, ik word er heel awkward van. Zijn we nou in de jungle beland? Oh, die moly, wat gaaf! Waarom ben jij ineens daar beneden? Oh. Hij mag toch wel even zitten, of niet? Wat is dit nou weer? Nou, ik probeer jou aan te kijken. Ben je kotsmisselijk zeker? Kotsmisselijk, ja. Dat kan je wel zeggen, ja. Oh. Maar leuk was het wel. Vonden jullie het leuk? Ja. Ze zijn niet eens in die achtbaan geweest. Nee. Oh. We gaan de OMW naar de laatste achtbaan. En dat is de Phoenix. Dit wordt hem niet, denk ik. Het lukt niet. Jij gaat ook nog naar de sportschool. Ja, wat is het nou? Ik denk dat jij niet de ware bent. Denk jij dat jij wel de ware bent dan? Wil jij het proberen? Ja, maar ik ga het niet proberen. Ik weet dat ik het ben. Oh. De dappere krijger gaat nu het zwaard eruit trekken. 1, 2, 3. Holy moly. Let's go! Ik voel me echt ongemakkelijk als ik zo mezelf aan het filmen ben. Niemand staat erbij. Dan voel ik me echt zo'n... Ik snap echt hoe vloggers zich voelen. Hallo mensen, hallo, welkom dat je kijkt naar een leuke nieuwe video. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik ben hier vandaag met Pietersen. Hey. Langeveld. Hi. Joop Michiel. Joop Michiel. Ja, 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 nee. Ik zag op een gegeven moment zag ik een beetje sterretjes en een beetje zwart voor mijn ogen. Ik heb net overleefd. Echt net. Ben je goud gegaan of niet? Nee, maar ik zag soort van zwarte vlekken kwamen erop. Nou, dat was een hele leuke ervaring. Nee, maar het was echt heel leuk. Dit wil ik doen. Wat? Dit wil ik doen. Dit is waar ik altijd vraag als we naar kermis gaan. Zullen we hierin? Is dit zo'n raar huis. Ja, het was een hele lange dag, maar wel een hele leuke dag om niet te vergeten. Zeker weten, Toverland is zeker aan te raden, maar ik ben moe, jongen. Niet normaal. Ja, het is wel even heftig om door een heel park heen te lopen de hele dag, maar het is het zeker waard om alle attracties even uit te proberen. Vooral op het eind, want dan is iedereen weg rond 5 uur. En dan kan je kan blijven zitten, je kan blijven zitten. Wij hebben 8 keer achter elkaar in 1 attractie gezeten. Ja, daar waren we echt vet misselijk. Maar vond jij deze video nou leuk? Laat dan even een like achter en laat zeker in de comments achter wat jij van ons wil zien op ons kanaal. Oh, en vergeet niet te abonneren, want dan blijf je op de hoogte van onze video's. Hey, later!